Goedemiddag, u kijkt naar een extra nieuwsuitzending in verband met aanslagen die in New York op het World Trade Center een uur geleden ongeveer gepleegd zijn. Daar zijn twee vliegtuigen het World Trade Center ingevlogen. Dat gebeurde, zoals ik al zei, een uur geleden. En volgens de eerste berichten zijn er 6 doden, zeker 1000 gewonden. Maar er is inmiddels nog een explosie bijgekomen en het één gebouw is al helemaal ingestort. In de gebouwen werken, de schattingen lopen uiteen, maar tussen de 50 en de 100.000 mensen. Het gaat vrijwel zeker om een aanslag. De Palestijnse groepering, die DFLP heet, claimt verantwoordelijkheid. Volgens de FBI werd er vanmiddag tenminste 1 vliegtuig gekaapt in Boston. En er zouden mogelijk ook een 2e en een 3e vliegtuig gekaapt zijn. De vliegtuigen dus die neergestort zijn op het World Trade Center. Er zijn ook aanslagen gepleegd op het Pentagon in Washington. Dat is het ministerie van Defensie. En het Witte Huis, daar wordt wel wat gemeld, maar dat is in ieder geval geëvacueerd. Dit zijn de beelden van de aanslagen op het World Trade Center. Just a short time ago, one of those towers collapsed. The devastation, the loss of life, can only be imagined. We just heard that the Prime Minister Tony Blair has cancelled his speech to the Trades Union Congress in Brighton this afternoon. These events, these pictures we're seeing from the United States are clearly going to overtake almost any other major event in the world today. And all world leaders will be sharing their thoughts with US President George Bush, who said a short time ago, "We have had a national tragedy. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country." He promised a full-scale investigation to hunt down and find those folks who committed this act. Terrorism against our nation, we will not stand. Unbelievable. The streets have been shut down. Dit zijn beelden, dat zag je van Sky News, het Britse tv-station. Beelden van wat er gebeurd zou zijn vlak na de 3e aanslag op een van die 2 torens van het World Trade Center. 110 verdiepingen hoog. Die 2e toren zou ingestort zijn en dit waren mensen die uit dat gebouw weg zijn gelopen. We hebben ook beelden van de aanslag zoals die vanmiddag plaatsvond. Doen we dat eerst of gaan we eerst naar Max Westerman? Eerste beelden. Dit zijn de eerste beelden van het World Trade Center. Het eerste vliegtuig is hier het gebouw al binnengevlogen. En op camera is vastgelegd hoe het tweede vliegtuig zich 18 minuten later in het World Trade Center boort. Het gebeurde allemaal vanmiddag rond 3 uur onze tijd. Dat is 9 uur 's ochtends in New York. Diverse mensen waren getuigen. This is 6-7 floors were taken out. And there's more explosions right now. Hold on, people are running. Wait, hold on just a moment. We've got an explosion inside. The building's exploding right now. You got people running up the street. Okay. Hold on, I'll tell you what's going on. Okay, just put Winston on pause there for just a moment. Okay, the whole building just exploded some more. The whole top part. Okay. The building is still intact. People are running up the streets. Experts zeiden meteen al dat het onmogelijk om een ongeluk kon gaan en dus wel een aanslag moest zijn. That's absolutely inexplicable. There shouldn't be any aircraft in that area, much less something heading what looked like deliberately for the World Trade Center Tower. You don't think there's any way this could be any kind of an accident, no kind of a navigational equipment failure or some sort of a navigational quirk by beacons or whatever? No, you've got incredibly good visibility at this point, and no pilot is going to be relying on navigational equipment in such a circumstance that would cause them to crash into the World Trade Center. Een half uur na de aanslag kwam de melding dat een Palestijnse terreurgroep de aanslag heeft opgeëist. Ja, de hele wereld is op dit moment in rep en roer. In Berlijn is de crisisstaf bijeengeroepen. We krijgen net het bericht dat er ook al brand is in het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington. En er is een aanslag geweest met een vliegtuig bij het Pentagon. En dat is het ministerie van Defensie in Washington. En dit zijn daar de beelden van. Just stay home, stay safe, and be as relaxed as you can this be. Is a, these this are is live the World pictures. Trade Center. Something else has just happened at the World Trade Center. As you can see, one of the towers either has come down, perhaps something else in New York. Happened.
Het was iets voor negenen, maar in New York begint men vroeg met werken, zoals Max Westerman al zei. Dus de kans dat daar de kantoren al vol zaten is groot. Er is wat verwarring over hoeveel mensen er nou exact in die gebouwen werken. Of het 40.000 per toren is of 40.000 in totaal. Na die laatste aanslag op het World Trade Center werd er gemeld 100.000 mensen die daar werkten. Maar dit was dus New York. Ja, dan gaan we nu wel even kijken naar die beelden van het Pentagon. Ja, dat is duidelijk. En er is ook zojuist weer een explosie gehoord in Washington. En dat zou bij het Capitool zijn. Nou, we weten inmiddels ook al dat het Witte Huis ontruimd is, Rick. Het Pentagon ligt net buiten Washington, buiten de stad zelf. Het ligt in Virginia. Normaal gesproken is het luchtruim daarboven absoluut verboden toegang voor wie dan ook. Er wordt niet gevlogen boven het Pentagon. Hoe deze aanslag is gepleegd, of het met het vliegtuig, een raket of een bom is geweest, is volgens mij op dit moment nog niet duidelijk. Het Pentagon is dat zeshoekige gebouw, wat u kent ongetwijfeld uit films en uit reportages. Het buitengewoon streng bewaakte en beveiligde ministerie van Defensie van Amerika, net buiten Washington, maar dus ook, zoals Loretta net zegt, in Washington, op de Mall, dat is het gebied tussen het Witte Huis en het Capitool, het Congres, een explosie gemeld. Ja, en inmiddels zijn echt alle vluchten in Amerika geannuleerd. Er mag niets meer stijgen en mag ook niets meer landen aan vliegtuigen. De eerste aanslag, er is al eens eerder een aanslag gepleegd op het WTC. Dat was in 1993. Dat is een aanslag in de parkeergarage en dat willen we u ook even laten zien. En ook toen waren er al ongelooflijk veel slachtoffers. En die aanslag had natuurlijk absoluut niet de impact van deze aanslagen. Hier komen mensen het gebouw uit. Het is in februari destijds gebeurd. Dit is volgens mij degene die er toen voor op is gepakt. Het zou, er waren meerdere mensen, radicale Palestijnen. Het zou toen gebeurd zijn onder auspiciën van Sheikh Yassin, die leider van Hamas. Ja. Nogmaals, dit zijn beelden van een eerdere aanslag uit 1993. En wij gaan nu even kijken naar beelden zoals die op dit moment bij ons binnenkomen. Dat is duidelijk. Dat is het WTC, de top 1 van de gebouwen. Ik kan niet eens door de rookontwikkeling zien of het tweede gebouw nog wel op dit moment hier nog wel overeind staat. Nee, dit zijn duidelijk live beelden. Het tweede gebouw van het World Trade Center is ingestort na een derde aanval met een vliegtuig, zoals er gezegd wordt. Dus van het andere gebouw is op dit moment niets meer over, totaal ingestort. En dit is het gebouw waar, meen ik, het eerste vliegtuig naar binnen is gevlogen. Daar hebben we geen beelden van gezien, inderdaad. Het tweede werd geraakt. Het gebouw wat nu is ingestort werd geraakt door het tweede vliegtuig. 110 verdiepingen hoog, beide torens, de Twin Towers, de tweelingtorens worden ze in New York genoemd. Iedereen die wel eens in New York op bezoek is geweest heeft, of op het Empire State Building, of daar op het dak gestaan, op het Sky Deck, het observatiedek, waar je met van die razendsnelle liften naartoe wordt gevoerd. Het is een, als gezegd, toen in 93 werd er gezegd dat er 100.000 mensen werkten die met allerlei verschillende liftschachten naar allerlei verschillende niveaus worden gebracht, want er zijn tientallen liften per gebouw, dus u kunt zich ook voorstellen hoe vreselijk dat ook is, dat het evacueren, ook van deze toren die nog brandt, een buitengewoon ingewikkelde en moeilijke klus is. Ja, ik hoor net dat een van de vliegtuigen die bij dat WTC naar binnen is gevlogen, een Amerikaanse Boeing 767 is geweest, die afkomstig was uit Boston. Maar die gekaapt zou zijn. Die gekaapt zou zijn. Dus moet je je voorstellen, dat zou kunnen betekenen dat het dus inderdaad een passagiersvliegtuig is. Mm-hmm. Met, American Airlines heb ik begrepen. Dus een grote, grote vervoerder in Amerika. Waarvan die kapers hebben gezegd, je gaat nu richting World Trade Center. Je moet er niet aan. Het vliegtuig was van Boston, hoor ik net op weg naar Los Angeles. Boston ligt net iets boven New York, dus zal een koers verlegd hebben en is naar beneden gegaan. We proberen uiteraard verbinding te leggen met Max Westerman en Connie Mus, maar in ieder geval daarnet, vlak voor vieren, merkten wij dat zelfs telefoonverkeer met New York buitengewoon lastig is en moeilijk is. U kunt zich voorstellen waarom. Al is het maar omdat ook op de top van beide gebouwen heel veel tv, radio en communicatiesatellieten en antennes, moet ik zeggen, staan van de Twin Towers. En dan is het personeel
van, van het hoofdkantoor van de Verenigde Naties, wat ook in New York staat, weliswaar aan de andere kant van Manhattan dan het WTC. Het personeel zit nu allemaal in de schuilkelders. Personeel van het gebouw van de Verenigde Naties. Het staat inderdaad op een paar kilometer afstand aan de andere kant aan de rivier. Maar goed, dit moet duiden op dat er ook in Amerika natuurlijk wordt gedacht aan een gecoördineerde serie aanslagen. Door iets of iemand, door een groepering die kwaad wil in de Verenigde Staten. Connie Mus noemde daar straks al, moet ik even opzoeken hoe die precies heet, want dat is geen bekende organisatie, DFLP. The Democratic Front for the Liberation of Palestine. Een andere groepering noemde hij ook, die in de oorlog, kan je toch noemen, met Israël zijn leider kwijtgeraakt is enige dagen geleden. Alhoewel je natuurlijk weer af moet vragen of dergelijke organisaties tot een grote, gecoördineerde aanslag als deze in staat zijn. Maar dat er iets of iemand, een organisatie, achter deze serie aanslagen zit, mogen duidelijk zijn. En... Ja. Ik weet niet of wij daarover mogen speculeren, maar dat kunnen natuurlijk alleen maar landen zijn. Je zou het bijna denken, of in ieder geval een organisatie die gesteund wordt door... Want we weten allemaal dat in Amerika ook na juist 93 en zeker na de aanslag in Oklahoma, op het gebouw daar waar ruim 200 doden bij vielen, de Max Westerman. Max Westerman aan de lijn. Max, zeg het maar, wat is het laatste wat je hebt? Like 20 minutes after, I just saw the... Dit is niet Max Westerman. Ja, het is wel Max, maar hij weet nog niet dat we aan de lijn zijn, denk ik. Oké. Niet Max Westerman. We proberen hem uiteraard nog steeds aan de lijn te krijgen. Wat ik net zei, ook na de aanslag in Oklahoma, op het gebouw van de federale overheid, daar een buitengewoon grote verscherping van het aantal veiligheidsmaatregelen. Ja. Ik ga weer even naar actuele beelden kijken. Hier zie je een overzicht van Lower Manhattan. Het financiële centrum van New York, dus ongetwijfeld, alles is daar natuurlijk vandaag dicht. Dat is, hoeven we niet eens ook... Wat Max Westerman net nog zei, is dat het is eigenlijk het gedeelte van Nieuw Amsterdam. Als je bij het World Trade Center, ik zal maar zeggen, links afloopt, kom je bij het gedenkteken wat Nieuw Amsterdam in Battery Park, wat Nieuw Amsterdam memoreert, de stichting daarvan. En Max Westerman hangt aan de lijn. Max, heb jij laatste nieuws over wat er allemaal gebeurt? Op de tafel te krijgen, maar ik moet zo direct ophangen hoor. Max, je bent live in de uitzending. Heb jij nieuws over wat er nu gebeurt in New York? Ik weet dat op dit moment een ongeïdentificeerd vliegveld Washington nadert. En men maakt zich daar grote zorgen over. Men weet niet wat het is en men probeert contact te krijgen met dat vliegtuig. Op het moment zijn er dus tenminste 3 aanslagen gepleegd, ook al in Washington. Het State Department, het ministerie van Buitenlandse Zaken dus, het ministerie van Defensie, het Pentagon en het Capitool en ook het Witte Huis is ontruimd. Hier beginnen de ziekenhuizen behoorlijk vol te stromen. 1 ziekenhuis, St. Vincent, 1 van de tientallen ziekenhuizen in New York die allemaal op standby zijn. Daar zijn al tussen de 50 en 100 mensen in kritische toestand opgenomen. Dus ja. Je kunt nagaan hoeveel mensen op die gaat. Max, wij zien nu beelden ook van wegrennende politieagenten en brandweerlieden uit die. Want ook die hulpverlening. Voor de hulpverleners is het natuurlijk ook zo vreselijk gevaarlijk, omdat je niet weet wat er elk moment kan gebeuren. De situatie daar beneden is natuurlijk uitermate gevaarlijk. Zoals je weet is 1 van die gebouwen net ingestort. Je weet niet hoeveel mensen daar nog bij zijn omgekomen. 1 van die gebouwen, ik weet niet of je daar bent ingegaan, maar is een half uur geleden ingestort. Ja. Dus het is natuurlijk enorm gevaarlijk voor mensen daar beneden in Manhattan op dit moment. De hele stad is nu afgesloten. Je mag New York niet meer in of uit. De bruggen, de tunnels, alles is gesloten. De luchthavens zijn gesloten. Er mag niet meer boven New York gevlogen worden. Eigenlijk mag er dus boven helemaal Amerika niet meer gevlogen worden. Alleen niet ieder vliegtuig kan zo 1, 2, 3 aan de grond komen. Maar al die mensen, Max, in New York, kunnen die überhaupt een kant op? Want het is natuurlijk ontzettend vol en druk. En waar moet je naartoe? Nou, toen ik hier ongeveer 1,5 uur geleden op de fiets naartoe kwam, en dat was de enige manier om hier nog een beetje te vervoeren, want alles verkeer stond stil, stonden overal op straat mensen in drommen te kijken met verrekijkers en fotoapparaten. Want het World Trade Center steekt overal bovenuit, waar je ook gaat staan in New York, je hebt er bijna altijd wel zicht op. Deze stad is natuurlijk volledig plat. Iedereen is alleen maar met deze ramp bezig. We krijgen zojuist het bericht binnen dat ook vanuit Schiphol nu 2 vluchten onderweg zijn naar New York en Washington. Maar die zullen of terug moeten of elders heen moeten, want ze worden in het Amerikaanse luchtruim inderdaad niet... Oh, hier gaat die toren, Jezus. Wellicht naar Canada worden die omgeleid.
Dit is vreselijk beeld. Max, hang jij nog? Ben je nog aan de telefoon? Ik ben nog aan de telefoon, ja. Weet jij of er al... Ik bedoel, dat is wellicht speculatie op dit moment. Oh, maar weet... beide gebouwen van het World Trade Center zijn ingestort nu. Beide gebouwen van het World Trade Center zijn ingestort. We hebben daar... Dus ook die... het... Ja, ga maar, Max. Ook het tweede gebouw van het World Trade Center is ingestort. We zien hier inderdaad een enorme wolk puin, rook boven de stad uitstijgen, waarin het World Trade Center stond. Beide gebouwen 110 etages hoog, eens de werkplaats van 40.000 mensen, zijn nu ingestort. Wat de terreuraanval in 1993 niet kon bereiken, is dus nu gebeurd. De twee beroemdste wolkenkrabbers van New York zijn ingestort. Zien er beelden van, Max? Je mag je afvragen wat de situatie op de grond is. Hoeveel mensen daar nog in de buurt waren. En wat voor hulpverleners daar nog aan de gang waren. En nu mogelijk onder dat puin terecht zijn gekomen. Ja. Het is onvoorstelbaar, Max. Wij zien nu beelden van een hele grote rookwolk die op de grond ligt boven dat puin en verder niks. Waar ooit inderdaad, zoals jij net zegt, die tweet. Max, wat betekent dit? Hoe gaat Amerika hierop reageren? Ik weet dat het vroeg is, maar er moet toch paniek zijn daar op dit moment in New York en woede en al die dingen? Ja, ik denk dat het is een uur geleden. Ik denk dat president Bush, die is nu met zijn crisisstaf aan het praten. Hij zat voor te lezen voor een klasje toen hij het bericht kreeg. Het werd hem in zijn oren gefluisterd en aanvankelijk ging hij gewoon door met doorlezen. Maar toen bedacht hij zich... En is hij toch onmiddellijk naar een podium gerend en heeft deze terreurdaad, hij was de eerste die het een terreurdaad noemde, heeft hij veroordeeld. Ja, natuurlijk, zoiets kan niet ongestraft blijven, maar eerst moet men zien uit te vinden wie de daders zijn. Alleen deze ramp is van zo'n enorme omvang, het gaat over zoveel verschillende plaatsen, dat ik denk dat de eerste aandacht gaat nu uit naar het verlenen van hulp. En naar het omgaan met de situatie hier. Misschien nog niet direct naar een wraakactie. Nee, precies. Want het is ontzettend moeilijk natuurlijk. Dat speculeerden wij. Het is speculatie net ook al voor een kleinere organisatie als degene die aanslag geclaimd heeft. Veel onbekende Palestijnse groep is bijna niet te doen. Ja. Het is natuurlijk wel zo, Rick, dat hier al heel lang, de afgelopen jaar, heel veel wordt gespeculeerd over een mogelijke grote terreuraanval op New York en op Amerika in het algemeen. Dus wat dat betreft, men was wel heel alert op de situatie. Het was ook een van de argumenten die president Bush aandroeg voor zijn rakettenschild. Hij wou met dat rakettenschild Amerika vooral tegen terreuraanvallen via raketten beschermen. Nou, dit waren dus geen raketten, dit waren waarschijnlijk twee gekaapte vliegtuigen, een 767 uit Boston en nog een ander vliegtuig, waarschijnlijk ook van de maatschappij United Airlines, die in de lucht gekaapt zijn en de piloot werd gedwongen om op het World Trade Center af te vliegen. Het zijn dingen die je eigenlijk met geen mogelijkheid kunt voorkomen. Max, het feit dat die twee gebouwen nu ingestort zijn, zou dat nog het gevolg van die twee vliegtuigen kunnen zijn, of zou dat ook kunnen betekenen dat er toch nog op andere plekken in het gebouw of bommen of aanslagen? Hoe sterk, wat kan zo'n gebouw hebben, vraag ik me af. Ja, nou, die vliegtuigen die vlogen er op zo ongeveer 2/3 hoogte in. Ik ben geen architect, ik weet niet wat dat structureel voor schade heeft aangebracht, maar het is inderdaad een interessant punt. Misschien waren ook de fundamenten door terreuraanvallen aangetast, zoals er in 1993 inderdaad in de parkeergarages bommen waren neergelegd. Ja. Om op die manier het gebouw tot inzinken te brengen. Dat is toen dus niet gelukt. Ja, we zien maar nog het is beelden, mogelijk een factor. We zien nog beelden van een van die twee torens die daar brandt. Of dat nou een lager stuk is, of dat nou is moeilijk te zien op dit moment. Wat er exact daar aan de hand is. De berichten zijn dus dat beide torens zijn ingestort. Wat we hier zien met die antenne daarop. Dit zijn ook geen het is heel moeilijk ook om aan nieuwe informatie te komen op dit moment. Want alle communicatielijnen. Het is heel toevallig dat ik nu nog een telefoonlijn heb. Maar collega's die allemaal staan, die hebben allemaal geen telefoonverbindingen meer. Nee. Het is heel moeilijk om aan informatie te komen. En met datzelfde probleem hebben ook de lokale stations hier te maken. Ook al gaat het om een afstand van 1 of 2 mijl die ons scheidt hier van onze daksituatie naar het World Trade Center. De meeste reporters hebben geen contact met hun collega's daar. Dus men weet niet precies wat de situatie is. Max, blijf heel even hangen alsjeblieft. We gaan eventjes naar Loretta en naar Connie Musgrove. Ja, om nog eventjes
een soort van balans tot nu toe op te maken. Er zijn dus twee vliegtuigen het World Trade Center binnengevlogen. Explosie heeft er plaatsgevonden bij het Capitool. Er is één vliegtuig ontploft bij het Pentagon, bij het ministerie van Defensie. En er is ook een explosie, dat zou mogelijk een autobom zijn geweest, bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. We gaan naar Connie Mus. Connie. Dat is hem. Ja, Connie, dit is Loretta. Nou kan ik je horen. Connie, je zit in de uitzending. Oké, wait a minute. Ja, ik hoor je uitstekend op deze telefoon. Connie, hoor je mij ook? Hallo? Dit is Loretta, je bent nu in de uitzending. Jongens. Nee. We gaan weer even kijken naar beelden zoals die nu. Beelden van het instorten van het tweede gebouw van het World Trade Center. En we gaan nu ook even kijken naar beelden van de instorting van dat tweede gebouw. Eén grote stof- en glasmassa, want ja, dat World Trade Center is opgetrokken uit glas en staal. En al die mensen, 40.000 mensen die er dagelijks vertoeven voor hun werk. Het is daar 6 uur vroeger, dus dat betekent dat het er nu 11 uur ongeveer in de ochtend is in New York. Ja, zoals we net zeiden, helaas gaan mensen in New York vroeg naar hun werk over het algemeen. Ver voor 9 uur. We gaan nog een keer proberen, Connie Mus.